nieuws van de dag. De coronatestlijn die mensen kunnen bellen om een afspraak te maken is overbelast. Bellers krijgen te horen dat er zoveel aanvragen zijn dat ze beter later kunnen terugbellen. En vervolgens wordt er verbinding verbroken. En ook op coronatest.nl is het moeilijk of zelfs onmogelijk om een afspraak voor een coronatest te regelen. En in Wit-Rusland lijkt opnieuw een lid van de oppositie in de protesten tegen president Lukashenko te zijn ontvoerd. Het gaat om een advocaat die door gemaskerde mannen uit zijn kantoor in de hoofdstad Minsk zou zijn meegenomen. Ja, dit en meer zit in het nieuws van vandaag, maar wat is jouw nieuws van de dag? We vragen het aan Ruud Bootsma, oud-wethouder en voorzitter van de Stichting Lelystad Evenementen en Oranje Comité. Goedemiddag, Ruud. Goedemiddag. Wat houdt jou bezig? Nou ja, wat houdt me bezig? Wat heeft ons de afgelopen tijd bezig gehouden? Vooral negatief nieuws. Corona en nog eens corona. En ja, langzamerhand begin ik toch maar een klein beetje weer de lichtpuntjes wat te benadrukken. En ja, je ziet het om je heen gebeuren en het ging eigenlijk wel prettig. En, wat zie je om je heen dan? Ja, wat voor lichtpuntjes? Waar hebben we het over? Jeroen, ik, daar heb jij geen tijd voor, maar ik ga zo weer even naar de Tour de France kijken bijvoorbeeld. Oh. Met de nodige beperking. Maar ja, ach, het gebeurt. De voetbalcompetitie gaat weer beginnen. Ik zit in een zangkoor. We gaan donderdag toch weer starten. Allemaal met aanpassingen. Mijn zwemclub is weer begonnen. Ik begin langzamerhand weer een beetje vrolijker te worden eigenlijk. Ja, want dat scheelt wel, hè? Een beetje sociale dingen te ondernemen. Nou ja, alles lag stil. En dan ook echt alles. En ja, dat is wel heel veel. En ik ben wat ouder. En dan ga je dat heel sterk merken. En als ik dan verhalen hoor over mensen die eenzaam zijn. Ja, ik kan me er wel iets bij voorstellen. Ik heb gelukkig een grote vriendenclub om me heen. Familie om me heen. Die dat niet laten gebeuren. Maar dat het gebeurt, dat kan ik me heel goed voorstellen, ja. Maar Ruud, wat vond jij nou het ergste? Wat heb jij het ergst gemist? Nou, het ergste wat ik nog steeds mis is dat alle evenementen zo'n beetje plat liggen. En dat was toch een behoorlijke dagbesteding voor mij. Daar was ik toch altijd wel behoorlijk mee bezig. Ja, even voordat mensen denken dat jij al die evenementen afliep, maar jij bent voorzitter van Stichting Lelystad Evenementen. Ja, evenementcoördinatie. Ja, precies. Ja, de coördinatie ervan. Ja, even een correctie, hè. Ja, en Jeroen is er ook weer natuurlijk. Dus dat maakt ook weer vrolijker. Weer een bekend geluid op de radio. Nou, dankjewel. Dat is ook wel prettig. Dankjewel. Maar je zei net dat zangkoor gaat weer beginnen. Is dat nou wel verstandig? Ja, kijk, Jeroen, op een gegeven moment kom je zelf ook een beetje in een situatie dat je zegt, wat is nou verstandig? Nou ja. Nou, ik vind het wel verstandig als we maar de richtlijnen in acht nemen. En nou, we oefenden vroeger in de bowlingbaan hier in Lelystad. En nu wordt de grote zaal van de Kubus afgehuurd, zodat er voldoende ruimte is. En mensen toch zich weer een beetje met de hobby kunnen bezighouden. Maar ben je nog wel een echt zangkoor als je dan zo op afstand van elkaar moet staan? Nou, we moeten het donderdag ervaren, Jeroen. Maar ik verheug me er wel op, moet ik eerlijk zeggen. Ja, dat wil ik je dan zeker niet ontnemen. Nee. Maar jij wordt dus toch weer wat vrolijker dankzij al die dingen die er om je heen gebeuren. Ik zie in ieder geval, ja, er gebeurt natuurlijk verschrikkelijk veel. En heel veel mensen hebben heel vervelende ervaringen meegemaakt. En daar heb ik allemaal begrip voor. Maar het is ook heel belangrijk dat je op een gegeven moment, zoals ik al zei in het begin, toch weer wat lichtpuntjes ziet en weer eens wat dingen opgestart gaan worden. En ik denk dat iedereen daar wel een beetje behoefte aan heeft. En het duurt lang, het duurt misschien wel te lang. En ja, dan worden mensen wat ongeduldig van, een beetje ongedurig van. En ja, ik pak dus het oefenen van mijn zangkoor echt weer aan. Van gelukkig, dat gaan we weer even doen. Maar jij wordt dus ook vrolijk van bijvoorbeeld het feit dat de voetbalcompetitie weer begint, ondanks dat het er allemaal wel wat treurig uitziet dat er dan niemand op de tribune zit. Ik kreeg van mijn favoriete club een berichtje dat ze gaan loten wie er op de tribune mag. Nou, dat wordt nog een feest, denk ik. Als je... Ja. Met 55.000 mensen moet gaan loten. Ja. Dat wordt nogal wat. Dus ja, ik ben wel benieuwd hoe dat gaat. Maar tegelijkertijd, net als jij, moet ik daar toch een beetje om lachen. Nou ja, het is weer een beginnetje, laten we het zo maar zeggen. Ja, je geniet er extra van dan misschien wel. Nee, joh, ben je gek. Nee hoor, ik begrijp het allemaal. Ik ben zeer begripvol in deze periode. En ja, dat er maatregelen getroffen worden, ja, dat het zij zo. En dat moeten we maar even accepteren. Des te beter we het accepteren. Des eerder zijn we van die ellende af. Dat denk ik ook.
Ben je nou niet bang dat als je dan het Sankor heb je dan tijd niet gezien en dan zie je elkaar allemaal weer dat je toch per ongeluk elkaar in de armen vliegt? Ik heb er al een paar gezoend, Willemijn. Maar nee, daar ben ik niet bang voor. We hebben een goede instructie gekregen hoe we met elkaar om moeten gaan. En dat volgens mij is het heel goed geregeld. Dus ik ga weer heerlijk zingen. Nou, dan wens ik je daar ontzettend veel plezier bij. En ja, hou de vrolijkheid er een beetje in, Ruud. Zet hem op. Ja, zeker. Dat doen we. En we zien elkaar gauw hopelijk weer. Dat hoop ik ook. Tot gauw. Dag, Ruud de Mootsma.